Hallo jongens en meisjes natuurlijk. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vakantie! Woe! Want jullie kijken deze video op zondag en dan heb ik vakantie! Woe! En ik hou echt super veel van de vakantie. En ik heb zomervakantie. En ik ben over! Bam! Vandaag de video Summer Life Hacks. En ik zou heel graag, 10 Summer Life Hacks. Ik zou heel graag de 250 likes willen. Dus doe alvast je duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Ga weg. Ew. Oh, weg. 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 Oh, godbiesten. Oh, vreselijk. Life hack nummer 1. Wat heb je nodig voor life hack nummer 1? Een papieren cupcake vormpje. Maakt niet uit welke kleur. En een schenner. Wat ga je zeg maar doen? Je gaat hem overvouwen. En dan ga je er een driehoekje uitknippen. En dan doe je het rietje daardoor. En het cupcake vormpje daarover. En zo kunnen die eigenlijk die rotbeesten. Kunnen dan niet in je drinken komen, zo kan je gewoon lekker. En dus kun je gewoon lekker drinken, want die rotbeesten blijven weg. Wat heb je nodig voor life hack nummer 2? Iedereen heeft natuurlijk wel eens zin in een lekkere koude slush puppy. Maar ik heb er meestal niet echt zin in om daar geld aan te besteden. En ik heb gewoon een heel makkelijke manier. Je hebt zeg maar dit nodig, dit is een capricornenzakje en die moet je voor 2 uurtjes in de diepvries doen. Je hebt een schaar nodig en een rietje. Zo van afknippen. En je doet het rietje erin. Zoals je ziet, zie ik echt van die klontjes erin van de slush puppy. Ik vind het echt heel lekker. Best wel honger. Ik ga wat te snacken halen. Oh, heet. Heet. Oh my god, wat zijn die dingen heet. Oh, mijn voeten. Helemaal verbrand, jongen. Oh. Blijf ik nummer 3. Als je niet wil dat je slippers zeg maar heel heet gaan worden, moet je ze zo in de zon leggen. Want op dit stuk ga je niet lopen. En als je dan wat bijvoorbeeld wil gaan halen binnen, dan kun je ze gewoon zo optillen en aandoen. Dat doe ik nu niet, want ze zijn echt verbrand. Maar ja, ik vind het. Life hack nummer 4. Dank je, Jason. Die is voor je telefoon en je had het laatst al gezien in de Would You Rather tag samen met mijn zussen. Eline had een heel mooi zakje rond haar telefoon. Want Eline had natuurlijk natte handen en zo kan ze gewoon op haar telefoon zetten en het beschermen tegen het zand. Dus het zakje is zeg maar deze hele cute. Met een sigaret erop. En je doet je telefoon er zeg maar gewoon in. En dan moet je hem goed afsluiten. Zorg ervoor dat het zo'n soort van rits heeft. En dan maak je dat gewoon dicht. Even een pootje baden met mijn handen. Maar ik wil er wel graag een foto van maken. Hey, wacht, ik kan mijn life hack gebruiken. Nou, ik zet mijn telefoon gewoon aan. En zoals je ziet, het werkt gewoon. Ik heb gewoon. Dus deze life hack is ook zeker geslaagd. Op naar life hack nummer 5. Nou, iedereen is natuurlijk wel eens cool om zijn haren te blonderen, laat het maar zo zeggen. Maar mag dit nou niet van je ouders, wat ik heel goed begrijp, kun je ook gewoon een citroensap pakken. Of een citroen. Ik zal hem even open doen. En een borstel heb je ervoor nodig. Nou, ik had er net al de hele tijd in een pluk loshangen, dus die ga ik even zoeken.
je gaat zeg maar het citroensap in je haar zeg maar een beetje doen. Ik doe nu een beetje op mijn hand. En dan ga ik hem zo over mijn haar. Maar ik ga het natuurlijk niet inmasseren met mijn handen. Dus dan doe ik hem nog even doorborstelen. En dan kun je gewoon lekker gaan zonnen. En dan heb je binnen een paar dagen een heel stuk blonde haar. Oh, nu heb ik wel weer een excuus om lekker te gaan zonnen. Ah, ik ben gestoken. Ah. Hey, wacht, daar heb ik ook een lifehack voor. Deze lifehack. En je hebt er zeg maar dus deodorant voor nodig. Geen spuit. Doe een roller. Als je spuit doet, krijg je namelijk zo'n heel witte plek. Moet je echt niet doen. Dat is heel slecht voor je. Ik ben heel gestoken. En nu moet je dat... Goed, wel lekker trouwens. Nu moet je dat gewoon laten intrekken. En weer gaan zonnen. Weer een excuus om te gaan zonnen. Nou, iedereen heeft natuurlijk wel zin in de zomer in iets lekkers. En iedereen zegt dat ik heb zin in een gezonde snack. Maar stiekem wil je dat niet. Iedereen wil een zoete snack. En daarom heb ik vandaag het ultieme van het ultieme van het ultieme. Want wat heb je ervoor nodig? Donuts. Een kartelmes. Een lepel. En ijs naar jouw keuze. Ik heb brownie en karamel. Nou, je pakt de donut dus. En je legt hem open. En hier ga je het ijs smeren. Ik heb helemaal suikerhanden. Hier ga je het ijs smeren. Dus, wat ik als tip geef is dat je met de achterkant al begint. En, want dan kan je het er namelijk zo helemaal daar rond gaan doen. Nou, nu zit hij echt heel vol. Maar ja, dat is lekker. Dan ga je de bovenkant erop doen. En dan neem je hem. Nu wil ik er een sexy muziekje onder. Nou, iedereen heeft natuurlijk wel eens zin in een poolparty. En met een poolparty wil je natuurlijk wel koude drankjes hebben. En je gasten willen dat natuurlijk ook. En daar heb ik de lifehacks voor. Je moet gewoon een paar waterballonnen opblazen. En dan neem je het water erin. En dan stop je die in de diepvries. En dan leg je ze in een bak met water. Dan doe je de waterballonnen erbij, drankjes erin en je hebt koud. Heb je nou ook altijd in de zomer dat je zo'n lekker drankje hebt met ijsklontjes, maar dat het dan zo'n waterige smaak krijgt? Laten we maar snel opgaan naar lifehack nummer 9. Maak gewoon ijsklontjes van jouw drank. Van jouw drankje. Dat heb ik nu gedaan en het is echt veel lekkerder en helemaal geen waterige smaak. Juist heel lekker. En op een gegeven moment gaan de ijsklontjes natuurlijk smelten en dan heb je meer drinken. Maar op naar lifehack nummer 10. Ah jongens, ik ben helemaal verbrand. Want ja, ik heb natuurlijk de hele dag in de zon gezeten. Maar als ik mezelf nu aanraak, dan heb ik echt super veel pijn. Maar daar heb ik ook een lifehack voor. Dus lifehack nummer 10. Je moet gewoon van die suncare dingen pakken van aloe vera. Want dat is namelijk heel goed voor je huid. En dan, zeg maar, in ijsklontjes vorm. En dat is dan ook nog eens heel verkoelend en heel fijn en zacht. Dus dat ga ik gewoon doen op de plekken waar het is verbrand. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten wat jij de beste of de leukste lifehack vond. En heel veel kusjes van Emma. Muah.